De naam van de nieuwe methode is Dilemma. Ja, en Dilemma, dat is voor een maatschappijleerdocent een bekend begrip. Misschien nog niet zozeer als methode, maar wel gewoon als binnen het hele vakgebied. Je moet vaak kiezen, het is vaak niet een zwart-wit discussie. Je probeert leerlingen ook uit te leggen, jongens, maar het is veel ingewikkelder dan je kijkt. Nou, kijken we hier achter ons bijvoorbeeld, dan zien we de AB, de extra beveiligde inrichting van Vught. En dat is een mooi voorbeeld van een dilemma. Hier zitten mensen opgesloten. Hier zat ook onder andere de moordenaar van Theo van Gogh opgesloten. En voor leerlingen roept het altijd vragen op. Hè? Wat doen we eigenlijk met de mensen die dit soort dingen doen? Sluiten we ze levenslang op of bieden ze toch nog een herkansing? Het is een prangend dilemma. We hebben dus een methode gemaakt waar we op zoek gaan naar de dilemma's achter de onderwerpen van de actualiteit. En daar gaan we eens goed naar kijken. Daar waar je eigenlijk een beetje gewend was om de theorie aan te bieden en daar de praktijk aan te koppelen. Doen we het eigenlijk andersom. We pakken de praktijk en we gaan ons vragen stellen. Wat zegt dit ons nou? Hoe is dit nou zo gekomen? Waarom hebben we die keuzes gemaakt? Welke grens speelt er bij die keuze? Waarom ligt die grens soms hier en waarom ligt die grens soms daar? Nou, dat soort vragen stel je met dilemma. Als je kijkt naar de domeinen van maatschappijleer, dan is het ook wel logisch dat er een samenhang tussen al die dingen bestaat. Staan dus hier voor die gevangenis en wat je dus ook ziet is, waar komt die gevangenis vandaan? Er zijn wetten, die zijn verzonnen door de politiek. Er zijn mensen die hier terechtkomen omdat ze buiten boord vallen, buiten de samenleving vallen. En hebben een verzorgingsstaat als een soort vangnet. En dat is ook altijd weer de discussie, hoe moet je omgaan met een bepaalde verschil in de maatschappij. Die misschien ook nog tot bepaalde conflicten zouden kunnen leiden. Dan zie je een hele mooie samenhang tussen de vier verschillende domeinen. En zo zie je dat ook weer terug in de methode. Er zijn verschillen tussen HAVisten en VWO'ers, ook als het gaat om het vak maatschappijleer. De HAVisten zijn wat meer praktijkgericht, terwijl wat meer doeners. En de VWO'ers kunnen wat abstracter denkniveau aan. Tegelijkertijd zie je wel een mooie overeenkomst. En dat is natuurlijk de vraag die ze heel vaak stellen is waarom? Waarom is iets zo? Waarom gebeurt iets zo? En wij denken dat met deze methode dat we een veel breder beeld geven en hoe ze daar ook een ander idee bij kunnen krijgen. Zonder dat je direct zegt, nou zo is het. Maar we laten leerlingen ook zelf vragen stellen en vragen beantwoorden. We bieden al gelijk de context aan. En je ziet vaak dat de context uitgelegd moet worden of dat je er zelf bij aan moet gaan bieden als docent. Terwijl er hier ook gewoon standaard in zit. En daar zit denk ik een verschil in. Wil niet zeggen dat, nee, dat je als docent niet nog extra context en voorbeelden natuurlijk moet aanbieden of kan aanbieden. Ja. Nou, ik denk dat wij als mensen uit het vak, als team, het nodig vonden om een nieuwe methode te maken. Die op een andere manier naar de kern van het vak toe gaat. En daarom staan wij hier ook. En die methode komt eraan. We zijn er heel trots op.